President Chandrika Prasad Santokhi wil dat Suriname de beste haven moet gaan hebben in het Caribisch gebied. Hij sprak gisteren tijdens de groundbreaking ceremonie voor de constructie van een logistiek center op de Dr. Jules Setny haven. Het staatshoofd benadrukte dat dankzij het baggeren van de Suriname rivier nu veel grote zaken gedaan kunnen worden via de haven. Blij, directeur, dat onze haven tot nog toe wel de prijzen binnen kan halen. Als ze zijn afhankelijk van de categorie, namelijk een van de betere havens in het Caribisch gebied. Maar laten we gaan naar het beste, wat we kunnen halen in alle categorieën. En wij doen ons werk als regering. Want hoe snel is men niet vergeten dat er nu zulke grote vrachtschepen, containerschepen, helemaal hier kunnen komen, die vroeger naar Trinidad gingen en Guyana gingen en andere landen gingen, om onze cargo daar neer te zetten, die met kleine schepen naar Suriname weer gebracht moesten worden. We zijn het vergeten. De president vraagt de samenleving niet te vergeten dat grote cruiseschepen Suriname nu kunnen aandoen. Hij verwacht dan ook dat de organisatie om toeristen op te vangen in orde gemaakt wordt. Vermeldenswaard is dat de Dr. Jules Setny haven in Paramaribo winnaar is van de Best Container Port Award voor 2022 van de Caribbean Shipping Association, SCA. Een award die eerder ook al werd gewonnen in 2012, 2014 en 2015.